Op het moment dat we dit filmen is het nog niet helemaal klaar. Dus je ziet allemaal nog borden van schilders en aannemers. Die laat ik overigens graag zien, want ik ben zeer tevreden over de mensen die hier gewerkt hebben. En uiteraard wordt het aan de voorkant, de buitenkant, ook nog geschilderd. Het schilderwerk aan de binnenkant is voor het grootste gedeelte klaar. Een aantal kamers laten we ter keuze aan de nieuwe bewoner of eigenaar of wie het dan ook maar wordt. Het is meest geschikt om te gaan gebruiken als woonhuis, maar kan ook in combinatie met kantoor. En het zou zelfs helemaal een kantoor mogen worden. Via een mooie, brede, voorname deur kom je in de vestibule, waarachter de hal en daarachter het trappenhuis in het achterhuis. Vanuit de hal komend is dit de eerste kamer direct links, de kamer aan de straatkant. Hier hebben we eigenlijk niks gedaan. Die kamer is in wezen heel mooi, alhoewel die nu nog wat rommelig is. Maar het is eigenlijk een prachtige kamer met een stucplafond, mooi gestukt plafond. Met eikenhouten lambrisering en met luiken. Allemaal werkt het nog, helemaal gaaf. Dus ook geschilderd worden in de kleuren die de toekomstige bewoner wenst. Een kamer van ongeveer 7 bij... kleine 6, zo'n 40 vierkante meter. Mooi van verhoudingen, breedte, diepte. Mooi van lichtinval. De zuidkant, net achter de kerk. Je kijkt achter de kerk langs op de Wemen, de oude pastorie van de kerk. Deze ruimte aan de tuinkant is bedoeld als woonkeuken. Nou, vrij fors. Is hier vloerverwarming aangebracht. En er zijn diverse mogelijkheden om tot een keukenopstelling te komen, al naar gelang de wensen van de nieuwe eigenaar. Vanuit de hal komen we hier in het trappenhuis. Het marmer loopt hier door en dat trappenhuis is helemaal nieuw. En daar ben ik toch wel heel erg tevreden over en dat vind ik heel knap. Bert Kassing heeft het helemaal uitgedacht en een Hattemsbedrijf, B&B Trappen, heeft het helemaal gemaakt. En dat is, vind ik, toch wel een kunstwerk, dat ze dat nog zo kunnen. Hè? Met zo'n mooie hoekbaluster, een blok treden. Die leuning die zich helemaal om de trap ontwikkelt. En hij loopt van hier naar boven op de volgende verdieping. En dan nog weer naar de verdieping daarboven. Op de eerste verdieping hebben we twee kamers. De grote voorkamer en deze achterkamer. In de achterkamer zijn de luiken ook bruikbaar, die gaan ook open. Ook daar weer vensterbanken onder de, achter de luiken. Centrale verwarming, nog een schouw erin. Dit zou slaapkamer kunnen worden met een eigen badkamer. Maar kan ook woonkamer als woonkamer dienen of als kantoor. Dit is de grote zaal van het huis. 7 bij 8, nou dat is lekker fors. Woonkeuken van 30, ook niet gek. Zitkamer van 40. En deze is dus zo'n 55 vierkante meter. Pal op de zuidkant, de eerste verdieping. Veel licht, mooi uitzicht op de kerk, achter de kerk langs. Ook hier weer een heleboel oud glas. Geen luiken, maar wel een heel mooi plafond. Mooie kleuren vind ik zelf, maar dat is altijd persoonlijk. En heel veel wanden om wat op te hangen. Ik stel me hier zelf een parketvloer voor en dat lijkt me echt geweldig. Je kunt hier gewoon een huiskamerconcert geven of ja, wat je maar wil. En in een kantoorfunctie is dit natuurlijk ook super inzetbaar. Heel erg leuk vind ik ook dat ovale raam wat je daar ziet. En daar piept zo heel mooi de ochtendzon doorheen. Hier zijn we dus op de tweede verdieping. Deze ruimte is 50 jaar lang eigenlijk niet gebruikt. Je kon hier ook alleen maar komen door een heel klein luik of een doorgangetje. Daar moest ik echt zwaar gebukt doorheen. De oude bewoner, potgieter, had hier wel een badkamer gemaakt in deze zolder. Maar er was hier dus een vrijwel niet gebruikte ruimte van pak een beet 2 woningwetwoningen groot in kubieke meters.
Dat is nu ingevuld. Die hele eikenkap kun je hier op deze overloop prachtig zien. En aan deze overloop vinden we 3 ruime kamers. Twee badkamers en de trapopgang naar de zolder. Hier sta ik op de trap die naar de uiteindelijke zolders leidt. Dus dat is dan de eerste, tweede, derde verdieping. Een grote bergzolder, tevens cv-ruimte. En een ruimte die we niet nader ingevuld hebben, waar nog 2 kamers kunnen komen. En een soort van bruggetje in het midden die die beide verbindt. Wat ook leuk is, dat is die lichtstraat. 3 dakramen boven elkaar die een heel leuk uitzicht geven, wat je ook vanaf beneden zo mooi kunt zien. Hele mooie gave eikenhouten kap, helemaal nog compleet. Alle constructies. Kijk, dit is een trekker, die houdt die voorgevel bij elkaar. Dus van daar naar daar, 8 meter lang, 1 stuk hout. En ja, raampjes, ook helemaal geïsoleerde vloer, geïsoleerde buitenmuur, geïsoleerd dak. Dit is nog aan de nieuwe eigenaar om te bedenken wat hij hiermee wil. Dus we hebben niks vernieuwd. Helemaal gaaf. Maar de voorzieningen die nodig zijn, zijn er. CV, elektra, verlichting. Kunnen eigenlijk nog 2 kamers worden, hè?